We zijn hier samengekomen om afscheid te nemen van Paulien van Bunnik Tilman. Nemen wij mee met haar man, haar kinderen, kleinkinderen. Ik wilde twee zonen, Jan en Bernard, graag om dat hier met mij te doen. Paulien had een Gronings vader en een Maastrichtse moeder. Ze werd geboren in Maastricht, maar verhuisd als kleuter met haar ouders en Nijmegen. Ze had een bijzonder band met haar vader, die haar altijd stimuleerde en die haar hetzelfde behandelde als haar drie broers. En dat was niet een vanzelfsprekendheid in de eerste helft van de vorige eeuw. Mede door zijn ziekendans ging ze naar het gymnasium in Nijmegen. Na het gymnasium volgde ze de opleiding tot lerares lichamelijke opvoeding in Tilburg. En vervolgens gaf ze les op middelbare scholen in Nijmegen en Arnhem. Na haar huwelijk met Gerard stopte ze met onderwijs geven. Maar toen Bert en ik op de middelbare school zaten, is ze weer begonnen met lesgeven. Dit keer aan volwassenen. Mama was een geweldige moeder. Ze heeft ons erg veel liefde en geborgenheid gegeven. En ze heeft op de jeugd tot een geweldige periode gemaakt. Ze stimuleerde ons enorm en had zich duidelijk voor alle sporten gevoerd: hockey, tennis, paardrijden, zwemmen, skiën. Het was een vreemde speling van de grond, dat iemand die altijd zo sportief was, in haar laatste leven draaien, zo gelukkig voelde. Onder de ziekte als je ook over. Ze heeft meer pijn geleden dan de meeste mensen zich realiseren, maar klaagde haar zelf over. Tot aan het einde wilde ze zoveel mogelijk zelf blijven. In 2006 en 2008 werd ze oma van twee kleine dochters. En de vrouw die altijd zei dat ze zo blij was met drie broers en twee zonen, kleurde heel erg op als haar kleindochter bij haar kwam. Dat heeft dan een opleving gegeven, terwijl ze alleen aan de ziekte en heel veel pijn had. Mama was een sterke persoonlijkheid en ze wist altijd goed wat ze wilde. Dat was tot het laatst, toen ze duidelijk aangaf dat ze vanaf nu op deze manier niet meer verder wilde. Uit het boek werd spreuken. Een sterke vrouw. Wie zal haar vinden? Haar waarde gaat niet van voorraden weggeborgen. Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken. Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van zijn leven en eet haar brood niet in deegheid. Haar zonen staan op en prijzen haar geluk. Haar man staat op en roemt haar. Vele vrouwen hebben zich wakker gedragen, maar gij overtreft ze allen. Het woord van de Heer. Oh.
This is the cemetery. Oh, you haven't seen it yet, this one? No. I think we found a very nice spot. Under a big tree. Weet je nog, ja, een mooie locatie hebben we daar. No, you don't see her. She's gonna be put in the ground. So do you wanna wear your gloves? We are here together to say our last farewell. We zijn hier samengekomen om onze laatste groet te brengen aan Bowien. En allereerst zal ik dat doen door haar te begroeten met het wijwater. Bowien, heden zijn uw verblijf in de stad van vrede en uw woning in het heilige Sion door Christus onze Heer. Het teken van het heilige kruis, opdat de dag van oordeel zal verrijzen en eeuwig leven bezitten. Mens gemaakt op de jongste dag, terug tot stof waaruit het genomen is. Maar daar Christus als eerstgeborene van de doden is opgestaan ten leven, zal hij ons vernederd lichaam een nieuwe gestalte geven. Heer, geef haar de eeuwige rust, dat zij mogen rusten in vrede. Amen.